juli augustus 82 werd er door de volksmilitie van de militairen een inval gedaan in het moederbondsgebouw. Hebben ze heel veel vernietigd, ook geslagen, de tuinman die we daar hadden, ook een personeelslid werd geslagen. En naderhand heeft men toen aan Siri gevraagd, wil je niet bewapenen tegen militair terreur? Toen heeft Siri gezegd, nee, wij vechten niet met wapens. Bouters hadden wapens nodig om te vechten. Cyril niet. Cyril had alle arbeiders, land en volk achter zich. Bouters had een paar militairen met hun vrouwen en wat aanhangsel. Dat is het verschil. Dat is macht. En dat had Bouters niet. Daar zou moeten staan voor ons niet tegenwoordig die dom, achterdochtig, achterlijk en laf. Dat is een afkorting dat die. Wie saba scenario en dat hij de met uno en hoor rekening naar een morgen begint. Omdat hij werd bedreigd, had hij politiebewaking. Overal waar hij naartoe ging, waren er twee tot drie agenten met hem. Hij had wat adressen waar hij naartoe ging. En hij was geen koekje. Dus hij ervaarde het waarschijnlijk op een gegeven moment als storend. En hij heeft ze bedankt. Op 30 november, het moment dat hij die lijfwachter bedankt, gaat de telefoon. Zegt die militair, zeg aan Daal, die stront wat hij maakt, heeft hij lang genoeg uitgehaald. We gaan hem nu vermoorden. Toch geloofde hij er niet in. Hij zegt, de zonen van Suriname zullen dat niet doen. Er heeft in de krant gestaan dus dat ik ernstig gewaarschuwd ben dat mijn leven op het spel stond. Er is dus ook daar duidelijk gezegd dat wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen om te voorkomen dat er slachtoffers onder het volk vallen wanneer die acties zouden voortduren. Ik geloof dus dat het ons niet te doen is dat er slachtoffers gemaakt worden. Als er drie mensen in Paramaribo omkomen, is het hele land in rep en roer. Meneer Daal presenteert een rekening. Ik trek een rekening en mijn loco dat keer. Mijn pay in contant. Of mijn pay in perfiel. De banken worden gesloten. Dus we af doen van je contant. Tide, Tamara, we streken morgen para. En van zijn vriend George Bishop had hij geleerd: if you can't fight your enemy, you have to eliminate him. Op het naburige Caribische eiland Grenada is het grote voorbeeld voor Desi Bouterse, die ook liever spreekt over de Surinaamse revolutie dan over de staatsgreep. Zes weken voor de decembermoorden, op 25 oktober 1982, brengt Bishop een officieel staatsbezoek aan Suriname. Ik weet nog dat mijn vader er niet zo plezierig mee was, omdat hij vond dat Bishop niet iemand was waar we wat van zouden kunnen leren. Een opmerking die ik hem toen heb horen maken was, wat gaat Bishop ons kunnen leren? Gaat hij ons leren om nootmuskaat te verbouwen of iets in die geest? Dat Maurice Bishop in Suriname zou arriveren, heeft Cyril tot een algemene staking opgeroepen, waar een gevolg werd gegeven. Fred Derby is de leider van de andere grote Surinaamse vakcentrale, C47. Hij is tegen de staking en adviseert zijn leden om niet mee te doen. Zolang er gepraat wordt en uitleg wordt gegeven. Derby hield zich afzijdig. Het waren twee tegenpolen van elkaar. Mijn vader is toen begonnen. En hij wil zich toen niet aansluiten. Maar die bonden van hem hebben wel meegedaan. De bedreigingen tegen Cyril werden pas echt serieus toen Cyril op 30 oktober 1982 een massameeting bijeen had geroepen. Met ongeveer 20.000 man op de been. En tegelijkertijd had Desi Bouterse ook een massameeting bijeengeroepen ter ere van zijn vriend George Bishop.
En je snapt wel zijn verbittering en frustratie toen Siri Dahl op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip een soort tegenbeweging heeft georganiseerd waar hij gewoon veel meer mensen voor op de been heeft gekregen. De bijeenkomst van de Moederbond was een echte volksmanifestatie. Dit kunnen wij als arbeiders, als vakbonden van Suriname nimmer toestaan dat de militairen hier ons vrijheid, ons vakbondsrechten waar we voor al die jaren voor hebben gevochten, omdat ze deze rechten en vrijheden gaan vertrappen. Wij vragen van de totale gemeenschap om te tonen dat ze deze militaire dictatuur niet langer wensen hier in het land. And the reaction of the imperialists to this popular ferment is to try to crush those revolutions that are in power. In our entire region, there are only four that qualify to be called such. Cuba first and foremost, Nicaragua, Grenada, and Suriname, those four. Revolutions worldwide have often been made at the cost of blood. And that is why, comrades, we never treat counter-revolution as joke. They will see us as their sworn enemies, just like we have to see them as our sworn enemies. Op 5 december 1982 is het kinderdag in Suriname. Sinterklaasfeest is afgeschaft bij ons, kinderdag. Heeft Cyril cadeautjes aan de kinderen gegeven, allemaal gouden sieraden. Hij heeft mij toen gezegd, jij kreeg van mij ook een gouden braslet vandaag. Volgend jaar, 4 juli, als je jarig bent, ben ik er niet meer. En willen jullie deze cadeautjes nooit kwijtraken? Hij zegt, want dit is het laatste wat jullie van mij krijgen. De laatste weken was hij heel erg rustig. Zat in zijn eentje. Ik weet het nog. 6 december is mijn zwageres jarig. Hij kwam op het feestje. Zat de hele avond apart. Waarschijnlijk hielden dat soort dingen aan bezig. Smiddag 7 december was er op een gegeven moment in Suriname een soort stormwind, kan je zeggen. Het zand begon te draaien. Dat wordt dan kiriwind genoemd. Kiri betekent dode wind. Het is geen goed teken, het is een slecht voorteken. Toen werd er heel hard op de deur geklopt, geslagen. Cyril Dahl, Cyril Dahl, Cyril Dahl. En het was donker, dus ik ging naar beneden en ik deed het licht aan. En het was nog donker en ik vroeg wie is daar. En toen hoorde ik iemand zeggen, juffrouw Samson, hè? Ik zeg ja. Hij zegt, kom maar kijken, dan zal je zien wie het is. Dus ik deed het licht aan. Hij zegt, ja, Cyril Dahl moet ik hebben, Cyril Dahl. Ik zeg, Cyril is nu hier. Toen zei hij, doe die deur open, ik wil zelf komen kijken. Maar ik weigerde. Ik zeg, Cyril is niet hier. Ik had die shirt er open getrokken. En toen duwde hij de loop van zijn oesie in mijn neus gehad. Toen zei hij, Conno, dus kom hier. En toen zei hij zeggen, Akamei is vrijpostig, hij lul, en van de opperdoro met zoet en mars. Dus deze meid is brutaal, ze staat te lullen, als ze die deur open, schiet ik er neer. Toen zei ik, schiet niet, ik pak de sleutels op de koelkast. Want ik dacht op dat moment aan die 3 kinderen boven. Anders had ik niet de open gedaan. Gegeven moment zijn ze toen zijn broer gaan halen, Eddie. En Eddie heeft ze toen gebracht op het adres waar hij zich bevond. En toen hebben ze hem meegenomen. En om, ik dacht 4 uur 's ochtends, ik woonde op loopafstand van het Moederbondsgebouw, hoorde ik dat het gebouw werd opgeblazen. Toen heb ik de kinderen uit bed gehaald. Ik ben naar buiten met ze gegaan, ik heb ze omhelst. Ik zeg, we zien Cyril nooit meer levend terug. Toen wist ik. Moederbondsgebouw ging in vuur en vlam op de circuit. Cyril kwam nooit meer terug. En we mochten eigenlijk toen alleen maar zijn gezicht zien.
Maar die vriend van mij is toen zo boos geworden. Heeft hij een heel gedeelte van die laken eraf gehaald. En toen hebben we duidelijk kunnen zien wat voor ravage er toen is aangericht. Overal kogels schoten, zijn voorhoofd, zijn mond. Overal zag je kogel inslagen. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen verijdelen. Deze machtsovername was erop gericht om een situatie te herstellen waarbij een kleine economische elite aan de macht zou komen die de belangen van arbeiders, landbouwers en brede lagen van ons volk met de voeten zou treden. Landgenoten, het ingrijpen heeft betekend dat wij een aantal van deze verdachten hebben aangehouden en voorgeleid voor verhoor.